Dit is de Mont Blanc. Hoogste top van Europa, decor voor een ronde van het wereldkampioenschap trial in het Italiaanse Courmayeur. Hier was een schitterend, doch moeilijk parcours uitgezet. Met vooral veel stenen en steile hellingen. Normaal is dit het domein van de bergbeklimmers die trachten onmogelijke obstakels te overwinnen. Water is een extra moeilijkheidsgraad voor de trialrijders. Concentratie en balans zijn de belangrijkste aspecten van de trialsport. Gas geven, bijremmen en een van tevoren goed bestudeerde lijn precies blijven volgen. Dat is de kunst. Voor elke proef loopt iedere rijder vele malen over het parcours. Natte voeten ten spijt. De puntentelling bij een trial is heel simpel. Je mag niet met de voeten de grond raken. 1 voet op de grond betekent 1 strafpunt. 2 voeten 2 strafpunten. En stilstaan met beide voeten op de grond 3 strafpunten. Als men een proef niet volledig aflegt, krijgt een rijder 5 strafpunten. Trialsport mag zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling. Vooral in België en Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje zijn er veel beoefenaars. In Nederland is trialrijden vrijwel onbekend. We hebben op dit moment dan nog maar 1 rijder die meedoet in het wereldkampioenschap. Wie is hij? Ik ben Eddie Moerman, 19 jaar. En ik doe al 9 jaar aan de trialsport. En ik probeer nog steeds om bij de wereldtop te komen. Wat doe je nou voor training? Krachttraining, conditietraining en natuurlijk ook motortraining. Hoeveel maal in de week rij je? 1 keer per week, 2 keer per week, ligt aan Nederland. Hoeveel wedstrijden is het wereldkampioenschap? 12 wedstrijden en ik kan er aan 10 kan ik deelnemen. Wat is het belangrijkste voor trailrijden? Natuurlijk techniek, maar zeer zeker concentratie. En dat is nog het grootste probleem met de ervaring. En die mis ik nog. Tenminste in deze wedstrijd. In Nederland is er niet zo'n probleem, maar hier in deze landen komt het toch naar voren. Als een leek jou nou vraagt wat trailrijden is, wat geef je dan voor antwoord? Hoe leg je hem dat uit? Ja, het is een soort ballet op de motor. Het heeft niks met snelheid te maken. Het is meer, ja, meer een ballet op de motor. Hij moet ergens rustig zijn en die rust goed kunnen gebruiken. Dus en techniek hebben en de kop erbij al. Je moet een ware evenwichtskunstenaar zijn om op dit soort parcours overeind te blijven. Een van de beste trial-specialisten is de Belg Eddy Lejeune, die op 10 en 11 november tijdens het Indoor Motorsportgala in Rotterdam Ahoy te bewonderen zal zijn. Ook hier in Italië bewees hij zijn grote klasse. Zand, water en stenen zijn de ingrediënten die borg staan voor spectaculaire beelden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het publiek in grote getale aanwezig was in Italië. Hier weer de 23-jarige wonderman uit België, Eddy Lejeune in actie. Hij was al wereldkampioen in 1982 en 1983. Niet voor niets noemt men trialrijden de hogeschool van de motorsport. Een wedstrijd kent 18 klassementsproeven die elk 3 maal gereden worden. 54 proeven in totaal dus. Hoe moeilijk het vaak is, blijkt wanneer ook Lejeune niet foutloos het parcours afwerkt. De enige die dit obstakel zonder strafpunten nam, was de jonge Fransman Pascal Couturier, die er waarschijnlijk over 2 weken in Rotterdam Ahoy ook bij is. Terug bij Lejeune, die niets aan het toeval overlaat en alles grondig inspecteert. Zijn broer Jean-Marie, die zelf ook deelneemt, volgt hem trouwens de hele wedstrijd op de voet. Voor het geval er iets mis mocht gaan. Maar bij Eddy gaat slechts zelden iets mis. Dit jaar werd het wereldkampioenschap beheerst door Lejeune en de Fransman Thierry Michaud. Voor Italië had Michaud 1 punt voorsprong.
Even een voetje erbij, een strafpunt voor Lejeune. Maar uiteindelijk zou Lejeune in Courmayeur winnen en werd Michaud tweede. Waardoor Lejeune aan de leiding kwam voor het wereldkampioenschap. Bij de trialsport is niet altijd de zon aanwezig. Dit zijn beelden van de wedstrijd in België begin dit jaar. Modder geeft geen goede grip. Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. En dan weer Lejeune, altijd een klasse apart. Sommige rotsblokken lijken echt te hoog om met een motor te beklimmen. Zelfs de hoogste berg niet hoog genoeg. Terecht werd hij dit jaar voor de derde maal in successie wereldkampioen. De eindstand na 12 wedstrijden verreden over de hele wereld. 1. En wereldkampioen Eddy Lejeune op een Honda. 2. Thierry Michaud uit Frankrijk op een Fantic. 3. Bernie Schreiber uit Amerika op een SWM. En 20ste werd onze landgenoot Eddy Moerman op een Montesa. Een hele goede prestatie.